Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza trekt veel bewolking over Nederland en uit die wolken valt van tijd tot tijd wat neerslag, als eerste in het westen. De neerslag verplaatst zich naar het oosten en landinwaarts kan er ook natte sneeuw vallen. Temperatuur in de ochtend een graad of 1 in het binnenland, langs de kust liggen de temperaturen wat hoger. De wind neemt aan het eind van de ochtend toe, wordt hard langs de kust en ook in de middag waait het stevig door. In het oosten kan dan nog eventjes wat natte sneeuw vallen, maar geleidelijk gaat de neerslag overal in over in regen. En langs de kust is het dan een graad of 6. Vanavond weinig verandering, alleen gaat de wind wat afnemen en draaien naar het westen tot noordwesten. In het binnenland liggen de temperaturen op 3 of 4 graden. Morgen dan een wisselvallige dag met af en toe wat zon, maar ook regelmatig buien. Temperaturen van 5 of 6 graden langs de oostgrens tot 9 of 10 langs de kust. De wind waait uit het westen tot noordwesten, is matig tot vrij krachtig. Voor donderdag staat een noordwestelijke wind op het programma. Het wordt dan 7 tot 9 graden. Er kan nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige momenten. Vrijdag nog wat zon, later weer meer bewolking en aan het eind van de dag in het westen misschien een spatje. Zaterdag is het duidelijk weer wisselvalliger, staat er ook weer meer wind. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl